like a Hellcat. Super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van mij. Ik ben Amy, welkom op mijn YouTube kanaal als je net nieuw bent. En voor de andere leuke, voor de andere kijkers die al heel lang geabonneerd zijn op mijn kanaal. Welkom. Super tof dat jullie weer kijken. Oh ja, het is vandaag trouwens woensdag 31 maart, heb ik dat goed? Ja, 31 maart. Het is dus bijna maartwoensdag is de uit. En dan beginnen we met april. April doet wat je wil. En 1 april is altijd grapjesdag en zo. Nou, wat ik eerder altijd deed, grapjes maken. Wel best wel veel grapjes maken. Op school bijvoorbeeld suiker, heel veel suiker in de thee doen van mijn juffrouw of zout. De fetus knuppen van de meneer, weet je, ik bedoel van mijn meester, aan elkaar knuppen. Wat heb je nog meer? Een bak met water bij de deur neerzetten en als die naar binnen gaat, dat die water over zich heen heeft, dat soort dingen. En bijvoorbeeld een fake bericht op Facebook zetten dat iedereen vrij heeft voor school. Dat is ook altijd leuke ideeën om, ja, gewoon leuke grapjes zeg maar uit te halen. En nou met corona heb je dat sowieso heel erg nodig om grapjes uit te halen. Want corona is gewoon niet leuk. Je kan geen leuke dingen meer doen en dat soort dingen. Het is gewoon super saai. Ik mis het uitgaansleven. Zoals heel veel jongeren. Ik mis naar de bioscoop gaan, even een ijsje halen. Ja, dat kan nou wel, hè. Maar ik bedoel, even lekker op het terras zitten of zo. Oh ja, het is trouwens super warm vandaag. Het is 24 graden. Ik heb het echt super heet. En ik slaap op zolder. En hier film ik ook altijd. Dit is mijn filmplek. Op mijn bed. Chillen, filmplek. Laat ik even verder babbelen met deze video. Ik bedoel, verder met deze video. Het is dus bijna 1 april, maar het is dus ook bijna Pasen. 1 april valt net op. Even kijken. Ja, morgen is het 1 april trouwens. En vrijdag is het Goede Vrijdag. En zaterdag is niks. En dan heb je zondag, eerste paasdag. En dan heb je maandag, tweede paasdag. Laat ik daar maar eens verder over beginnen. Vandaag een paasvideo voor jullie. Dus veel kijkplezier. Nou, ja, hallo iedereen. Veel kijkplezier. Ik ben Amy. Leuk dat je kijkt. Begin ik wel helemaal opnieuw? Nee, dat doen we maar niet. Het is dus zondag Pasen. Maandag is tweede paasdag. En wat ga ik doen met Pasen trouwens? Wat gaan jullie doen? Zet het in de comments wat je gaat doen. Want je kunt niet heel veel doen. Het is vandaag echt super mooi weer, wat ik al zei. En met Pasen is het overgestelde weer. Het blijft wel droog, maar het is wel kouder. Echt heel veel minder temperatuur dan vandaag. Dus ja, dat wil ik even meegeven aan jullie. Even mededelen. Ga ik echt beginnen. Wat ga ik met Pasen doen? Meestal heel veel eten. Gezellig wandelen. Naar wooncentrums of naar de IKEA en zo. Maar nou moet je echt afspraken maken. Echt niks aan. En nu ga ik bijvoorbeeld gewoon lekker paaseitjes eten. Chocolade-eieren. Maar wat tegenwoordig ook een traditie is, gekookte eieren eten. Wie het meeste gekookte eieren eet? Nou, dat kan ik echt niet. Echt ranzig. Ik kan echt niet heel veel eieren eten. Ik vind het niet lekker. Word ik ziek, word ik misselijk, krijg ik buikpijn. Ik zit heel zelf vol trouwens. Ik ben niet een grote eten trouwens. En gewoon gezellig met mijn moeder en met mijn vader en met mijn stiefvader, mijn stiefmoeder. Ga ik lekker Pasen vieren. En met mijn broer trouwens ook. Dus dat ga ik wel gewoon doen. Gewoon het beste vermaken, jongens en meisjes. En trouwens, laten we nu echt beginnen met de video. Want in deze video wil ik paaseitjes proeven, zeg maar. Je kan de video van vorig jaar nog terugkijken. Want daar heb ik, zeg maar, paaseitjes van de HEMA geprobeerd, zeg maar, uitgetest. Maar die heb ik haast elk jaar al uitgeprobeerd, zeg maar, en uitgetest.
de tompoes, de stroopwafel, de discodip, noem het maar op. Je hebt allerlei soorten paaseitjes. Maar deze keer wou ik een andere paaseitjes proberen. Het bestaat volgens mij niet zo heel lang. Milka bestaat al heel lang. Van die repen chocola en zo. En van Tony Chocoloni heb je ook lekkere repen chocola. Mijn lievelingschocola is Tony Chocoloni. Karamel zeezout. Maar je hebt tegenwoordig nu ook Tony Chocoloni paaseitjes. En je hebt ook Milka paaseitjes. In allerlei smaken, zeg maar. Dus dat ga ik vandaag lekker uitproberen. En dan ga ik zeg maar cijfer geven. En wat ik het lekkerste vind, dat ja, heeft gewoon gewonnen, dat paasei. Ja. Nou, gelukkig ze zijn nog niet gesmolten. Ik ben even naar de Jumbo geweest. Toen ik uit het werk kwam, ben ik naar de Jumbo weer gefietst. En daar heb ik de Jumbo Karamel paaseitjes. Dus die ga ik uitproberen met vulling. Paaseitjes met karamelvulling, melk. Paaseitjes karamel vullen met melk. Ja, heel leuk. Laten we er snel snoep op gaan. Ja, trouwens ook witte paaseieren van Tony Chocoloni. En van Jumbo merk, van Jumbo. Had je ook witte chocolade. Ja, weet niet allemaal. Ook veel. Ook gewoon melk en gewoon puur. Maar dat vind ik niet zo lekker, die standaard smaken. Ik hou wel van die aparte smaken, bijvoorbeeld brownies en ja, karamel hou ik wel heel erg van. Zo ziet hij er gewoon uit, gewoon als een paasei. Die filling proef je echt heel super goed. Super lekker. Ik bedoel, die karamel komt echt smeltend in je mond. Dit is echt een aanrader. Ik ga straks pas een cijfer geven. Deze bewaar ik. Ik ga hem natuurlijk niet helemaal leeggeven. Met de smaak heel erg in mijn mond. En nu ga ik de KitKat uitproberen. Kijk dan wat een schattig zakje. Dit is 90 gram. Zitten dus KitKat paaseitjes in. Je had ook zeg maar van die KitKat paashaasjes. Die zijn ook echt super lekker. Die hebben wij ook op de pen. Ja hoor, ik laat het wel weer vallen. Ik ben echt van het verstrooien de laatste tijd. Op het bed laat ik ook altijd wel weer vallen. Ha. Oh. Kijk, die zien er gewoon zo uit. Leuk. KitKat papiertje. Even eraf halen. Kijk, zo ziet hij eruit. Mooi, lekker glad. En hij ziet er echt super lekker uit. Ja, trouwens bij de Jumbo heb je ook van die paaseieren van Nollen. Van Bakken Nollen. Die zijn ook echt super goed. Maar die vond ik iets te duur. Iets te duur. Ik bedoel, ik vind, ja, iets te... Rond de 5 euro, 10 euro zijn die dingen. Dat vind ik iets te... Dan heb je maar 5 eitjes of zo. En dit is gewoon een zakje voor 2 euro nog wat. KitKat proef je echt super goed. Als je erin bijt, proef je die KitKat scrunchy, weet je wel. Cookie-achtig. Proef je heel goed. Ik heb er gewoon nog een. Ik kan hem niet laten. Ik heb mijn mond leeg eten. En dan begin ik met de Tony Chocoloni. Kijk, gewoon leuk zo'n eidoosje, zeg maar. En dan allemaal verschillende soorten smaakjes. En deze die kostte 3 euro.
93 cent. 3 euro en 93 cent, dus bijna 4 euro. Maar ja, Tony is echt super lekker. Is gewoon een dure chocolade. Voorzichtig vastmaken. Oh, het zijn wel van die reuze eieren. Deze is niet. Zo zien die eruit. Ik hou sowieso niet van pure chocolade. Maar ik ga gewoon proberen. Alles. Wat ga ik eerst proberen? Inimine mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas. Die is de baas. Dit is mijn lievelings, denk ik. Karamel zeezout. Is denk ik de lekkerste. Dit is echt lekker. Maar weet je wat ik jammer vind? Je proeft de melk heel erg, de melkchocolade. Maar de karamel zeezout proef je niet echt. En bij de chocoladereep heb je daar wel meer. Dus dat vind ik iets minder. Je moet echt wel de karamel zeezout proeven. Anders is er niks aan. Dus deze vind ik een beetje middelmatig. Inamine mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas, die is de baas. Ik heb het idee dat deze witte, gewoon witte chocolade is. Ik weet niet welke het is. Zet in de reactie wat jouw lievelingschocola is. Ik bedoel, lievelingspaaseitjes. Bij mij is het tot nu toe van de Hema. Die vind ik echt super lekker, die disco dip, zeg maar. Ik vind nou. Welke heb ik nog gehad? De KitKat het lekkerst tot nu toe. Dit is gewoon melkchocolade met Noga. Noga stukjes was met in. Even kijken. Oh, Noga wit. Ik heb hem goed. Noga wit. Pure donkere melk, wit. Witte framboos, die vind ik echt lekker met knetter. Karamel zeezout, die heb ik haast niet geproefd. Die heb ik al gehad. Ik heb karamel zeezout al gehad. Een witte Noga. Even kijken. Die karamel haal ik wel uit. Inamine mette, 10 pond grutte, 10 pond kaas. Die is de baas. Dus deze lichtgroene neem ik nou. Je hebt ook een donkergroene. Maar de lichtgroene neem ik. Ijoh, nee, ik weet al welke deze is. Maar ik ga hem gewoon proberen, ook al is die vies. Jullie mijn vieze gezicht. Mm.
Ja, dat is goed puur. En dan zit er een beetje zout aan. En knetter. Ik neem hem niet lekker. Camera iets meer dichterbij. Nou. Nou, beginnen. In de minuut, van dit die is de paas. De donkerblauwe. Je hebt dus ook de lichtblauwe, maar de donkerblauwe weet ik niet welke die is. Oh nee, weer puur. Gadverdamme. Ik heb gewoon niks met puur. Die hoef ik dus niet. Ik pak gewoon de lichtblauwe. Oh, gelukkig melk. Dit is gewoon melk chocolaat. De knetter framboos. Ik ben benieuwd als hij net zo smaakt als chocoladereep. Zo lekker. Nou, dit ziet er heel schattig uit. Kijk, hier is gewoon roze. Aan de zijkanten. Ik bedoel aan de middenkant. En hier aan de zijkant is gewoon wit. Dit is gewoon witte chocola. Versus. Ik ben al misselijk, jongens. Kan niet meer. Neem gewoon een klein stukje. Deze is gewoon melkchocolade met nootjes. Gewoon nootjes. Ik ben benieuwd wat de Pasen is. Paso. Pas. Blaas, dat is een paas. Dit is melkchocolade met knetter. Dit is echt lekker. Een beetje knetter scrunchy smaak. En de laatste is rood.
Is ook gewoon melkchocola. Nou, wat vind ik het lekkerste tot nu toe? Nummer 1 krijgt een 10. En dat is de roze, framboos knetter. Daarna komt dan nummer 2, de KitKat. Die krijgt een 9. En dan nummer 3 krijgt een 8. Dat is deze van de Jumbo met karamel. Gewoon melk met karamelvulling. Nummer 4 is, even kijken, de karamel zeezout. Toch wel de karamel zeezout. Die krijgt een 7. En de gele met witte chocola met noga krijgt een 6. De pure, puur krijgt een 1. En dan heb ik, welke heb ik nog meer? Welke heb ik nog meer? Oh ja, hazelnoot. Die krijgt een 5. En de amandel, die krijgt een 4. En die witte chocolade krijgt een 3. En voor de rest krijg ik geen cijfers. De vieste was, ja, puur. De lekkerste was de framboos knetter. Zo. Moest je mijn gezicht zien. In Droomland. Vond je deze paasvideo nou leuk? Vergeet het zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Goed, dat zeker. En dan zeg ik bye bye tot de volgende video. Vrolijk Pasen, fijne paasdagen. En tot kijk, tot de volgende video. Bye bye, swipe bye.